Ja. Dat wij gewoon uh, relatief uh, gezellige familieleden hebben, toch? Waar moet je daarbij lachen? Is dat, is, dat, is dat dat ik die... relatief zeg? Ja, maar is dat naar nou, je eigen familie sneer nee. of naar mijn familie sneer? Dat wil ik even weten. Nee. Een grote tafel en dan. Groot uh, erbij? Nee, ik ben nog steeds <laughs> aanwezig, oké? Okay? Wat als je 100.000 euro wint, zou je het dan allemaal weggeven voor een betere mentale gezondheid? Ja, nou, misschien wel. Ja? Ja. Oh. Maar ja. Ik denk het ik ook wel weer lastig, want het is wel veel geld. Het is heel veel geld. Daar wilde ik even op inhaken, want heel ja. veel geld. Deze week, uh, vorige week trouwens, als jullie dit kijken, uh, heb ik een uh, staatslot gehaald met een bepaald soort eindcijfer. Oh god. Dus <laughs> iets waar ik het al weken met Ghilene over heb. Ik, heb. ik weet niet wat, wanneer het is gebeurd. Ik weet ook niet wat, wat, hoe en wat. Maar een paar weken terug. Heb ik volgens mij een droom gehad of iets van een visioen? visioen? <laughs> uh, waarin ik dacht dat ik uh, de staatslot moest gaan kopen op 15 december om kwart over drie uh, en ik een eindcijfer heb ik gekregen en waar. Ja. Dat is toch interessant? Ja, toevallig wel echt in de buurt. Nou ja, ik denk het is dat... Niet dat ze dat... zeiden van in Groningen. Nou, moet maar dat maakt niet halen. uit, hè, want het ligt aan het tijdstip wanneer je iets haalt. Het is niet alsof zij, je hebt die loten niet meer liggen, dat gaat via een automatisch oh, systeem volgens okay. mij. Ja, want het is niet alsof je. Als... Vroeger lagen die loten ergens gewoon. Hè? Ja, dat dacht ik ja. Dat, dat, dat ik, is ja. niet meer zo. Oh. Ja. Mm. Dus uh, ik ga dus. Uh, ja, dat is voor ons uh, komende vrijdag ga ik het halen. Spannend hoor. Ik ben heel benieuwd Ik kan het niet wachten het gewoon... tot we volgend jaar miljonair zijn. Ja, volgend jaar ben ik miljonair. Ja, leuk. Ja, ja. Ja, nou, tenminste, ik ben miljonair hè. Ja, maar ik neem aan dat je dan wel gaat trouwen, toch? Nee, ik ga als, als, dat hebben we altijd al tegen elkaar gezegd. Als ik, uh, als ik rijk word, dan uh, wil ik een groot wijf. <laughs> Oh, dat ben ik een groot wijf. En ja. ik denk dat ik wel iemand kan versieren met, uh, met dit, toch? Op mijn hoofd. Ik denk dat dat sowieso wel gaat lukken. Dat maakt niet uit hoe je eruit ziet als je het geld hebt, schat. Ja, precies, het geld dat doet alles. <laughs> maar goed, ik heb vandaag mijn kerstsokken aangetrokken. We hebben iets leuks op ons hoofd, want deze week is het ook kerst. Dat is wel gezellig. Ja, toch? Ja. En ik dacht, nou, dat is wel een goed thema om te gebruiken. Uh, omdat ik volgens mij wel het idee heb dat heel veel mensen met autisme bijvoorbeeld best wel moeite hebben met Kerst. Vooral de mensen om ons heen maken het ons erg lastig met deze dagen. Want? Ja, die willen ons gewoon zien, weet je? <laughs> ja, want Kerst, wat, wat heb jij daarmee? Nee hoor, ik heb niet per se echt heel veel met Kerst. Dus niet dat ik er naar uitkijk, we, oh, okay. niet dat ik er tegenop zie. Hmm. Nee, dat heb ik niet. Vroeger, um, mijn moeder is niet zo heel erg van de feestdagen. Dus we hebben dat niet zo meegekregen. Maar we hadden wel eens een kerstboom. En um, okay. we aten wel eens aan de tafel. Nou, <laughs> dat klinkt als een enerverend kerst. Nou ja, ik moet zeggen dat mijn ouders hadden... Ja, ze we deden we altijd wat in kerst en we hadden altijd kerstontbijt en dan hadden we speciale borden en uh, Wow. Ja. Yeah. echt zo'n familie die speciaal servies had voor feestdagen. Voor kerst, ja ja ja, lelijk servies ook wel Ja, als het was nou. ja, als dat is duur achter... zeker of Nee, niet? weet nee. ik eigenlijk niet. Nee, maar er stond een rare tekening, een beetje van die lijntekening. Ik vond het niet zo mooi. Abstract. Nee, want je zag wel dat cadeautje en een ster en dat soort oh, dingen was, maar het was okay. gewoon ik vind achteraf gezien vind ik het gewoon niet zo heel mooi. Nee. Maar goed, mijn ouders waren er waarschijnlijk blij mee. Ehm uh, Nee, maar ik, ik ja, hebben wij veel met kerst. We deden we deden wel altijd wat met kerst. Het was wel echt kerst had wel een bepaald gevoel voor mij. Oké, okay, ja. Ja. ja, leuk. Ja, dus uh, alleen op een gegeven moment toen mijn ma overleed vond ik het wel wat minder worden. Toen had ik er niet zo zin meer in. Nou, dat kan begrijpen. Hebben jullie toen nog wel gevierd? Maar, nou ja, elk jaar kwamen we wel een soort van ja, nee, ja, nee, dat was ook een beetje vaag inderdaad. Niet elk jaar ook met elkaar. Mm -hmm. En uh, bij Sasko, de familie daar werd het wel echt uh, uitbundig gevierd. Uh, er kwamen uh, elk jaar kwamen uh, tante, dorp, uh, rukt nee, uit. nee, nee, nee. Oh. de familie en dan de tante van uh, en en de man die kwam altijd. En dan was het wel vanaf middag uh, tot s'avonds uh, avonds laat uh, tafelen. Zo. Ja. Yeah. Ja, kijk, uh, dat, en... ik vind het wel een leuk idee dat mensen alle tafelen en bijeenkomen. Maar? maar ik vind wel um, <laughs> ik dat, dat het allemaal om, uh, zo lang moet duren. Ja, maar jij wil het liefst dat iemand een uur komt en dat het daarna weer weg Nee, gaat. Ja. drie uurtjes. Oh, nu zijn er drie uur opgeschoten. Ja, ik wil voor kerst wil ik nog wel een uur eraan plakken. Ja, Guylaine is altijd zo van, als binnen twee uur moeten mensen weer weg zijn, want anders hebben ze er geen zin meer in. Nee, het gaat niet om dat ik er geen zin meer in heb. Het gaat ja, erom dat dan, dan mijn ogen gaan hangen en dat ik dan denk, kijk, ik niks meer en uh, ik wil het liefst gewoon mijn bed in kruipen. Ja, jij, jij bent alle kerstdagen dat ik je ken, ben je eerder naar bed gegaan. Ja. ja, maar ik vind het wel leuk dat het... Kijk, um, als je niet zo'n familie hebt die vaak bij elkaar komt met z'n allen, ja. gewoon voor de gezelligheid, ja. dan zijn dit soort dagen wel de uitgelezen kans om um, dat wel uh, bij elkaar te krijgen. Ja. Dus ik vind het wel leuk, net zoals verjaardagen eigenlijk. Dan zie je allemaal elkaar en dan is het gezellig en. Maar vind je ja. niet gedwongen, gezelligheid? Nee, want je hebt toch soms ook even een reden nodig om elkaar te zien. Oh, okay. Het is toch niet. Uh, ja, ja, ik weet het niet. Het, het voelt toch meer als. Uh... Het voelt als iets wat je gewoon. Um, dat je bij elkaar wil komen. En dat we dat even. <laughs> ja. Even een moment. Want anders pak je dat moment nooit. Nee, anders pak je dat moment niet zo, niet zo snel. En uh, ik weet wel dat, uh, dat anderen het uh, wel een beetje gedwongen vinden. Ja. Die moeten naar schoonfamilie die ze niet leuk vinden. Of naar. Uh, uh, andere familie waar al dat ruzie uitbreekt, dat soort dingen. Oh, ja, ja. ja dan, dan denk ik wel uh, van. Uh... Lekker zin in. Oh nee, gelukkig is dat er niet bij ja, ons. Ja, ja. Ja. Wij dat wij gewoon uh, relatief uh, gezellige familieleden hebben, toch? Waarom moet je daarbij lachen? Relatief, is dat wat is is dat dat ik relatief zeg? Ja, maar is dat naar nou, je eigen familie is <laughs> nee. of naar mijn familie is neer? Dan wil ik het weten. Nee, ik vind het gewoon uh, eigenlijk altijd wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. Ja. Maar ik vind het toch. Ja, jouw familie en mijn familie, we drinken ook allemaal niet. Nee. Dus uh, er gebeuren ook niet zo rare dingen. Dat mensen gek gaan doen of onaardig gaan doen... of juist nee. uh, het huis op stel te willen gaan zetten. Dus, uh, nee, het blijft allemaal best wel kampjes. Ja. Ik vind, wel, uh, uh, ik vind het altijd leuk om naartoe te werken, kerst. Maar op de dag zelf heb ik er geen zin meer in. Dus, dus wat ik voorheen had, dat ik bijvoorbeeld bij... Uh, in Reewijk, de hele familie vond ik altijd wel veel, veel intens, laat het mm -hmm. zo zeggen. Ik weet wel dat het, volgens mij gingen wij wel altijd als eerste ook naar boven weer. Dat gewoon wel weer uh, naar boven. Was ja. Daar wonen jullie nog? Daar wonen zij nog. Oh. Ja. En toen je op met je, op jezelf wonen ging je dan Ja, daar gingen we gewoon. Ja, nee, dan, dan gingen we niet eerder weg volgens oh. mij. Nee, 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 dat viel wel mee. Maar toen we daar nog uh, heen en weer pendelden. Mm -hmm. dan was de ene dag natuurlijk uh, daar en de andere dag bij mijn pa. Ja. Maar bij mijn pa was het al heel lang niet echt iets. Nee. Nee. Maar dat was misschien ook meer je moeders uh, ding. Nou, ik weet niet of mijn moeder nou zo heel erg van de kerst was, hoor. Nee? Die was meer van de Sinterklaas. Oh. Ja. Maar ja, ik, ik heb als kind altijd het chill gevonden dat ik vrij was... Mm -hmm. Maar ik heb altijd een beetje van dat ik denk: ja, het zijn altijd van die dagen dat je het idee hebt dat het leuk moet zijn. Nou, inderdaad. En je werkt een soort van toe naar de januari die uh, niet leuk gaat zijn. Nee, dus een het soort van geur. de laatste opleving of zoiets ja, dergelijks. En daarna heb je een paar, paar weken, een paar maanden dat het gewoon allemaal is. Mm -hmm. De sleur komt er dan. Ja. In. En dan gaan we allemaal uh, dingen proberen, toch? Allemaal uh, hobby's en zo. Ja, nou ja, dat is toch zo. Nee, gezellig. maar goed. Nee, ja, ik, 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 ik kerstavond is dat, werd dat ook nog iets meegedaan bij jullie? Zo ik weet niet, ik, ik kan me niet zoveel herinneren van toen ik jong was. Dus oh. ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar als je zou kijken, wat, wat zou jouw ideale kerst zijn? Want nou, ik heb daar wel een soort van visie voor. Oh, ik ben benieuwd. En Mijn ideale kerst zou gevierd worden in, een, in ons grote huis. U bedoelt die? Uh... Ons groot appartement. Oh, oké. Okay. Een, uh, een, uh, we hebben gewoon zo'n tafel zoals hier staat, een grote tafel. Ja. Yeah. Uh, met uh, zes stoelen dan kan je nog zeven en acht erbij zetten. Acht stoelen. Acht stoelen in ja. totaal. Al een beetje zielig als we normaal erop zitten, want er zitten we maar met tweeën. Maar goed. Dat maakt niet uit. Dat en dat stoeltje een, voor het evenwicht. Anders hebben we het in de grote woonkamer. maar staat dat raar, als een klein tafeltje. Ja, dat is waar. Dat dus dat waar. staat gewoon mooi. hoeveel ja. vierkante meter hebben we dan? Ja, minimaal 80, ja. Dat is niet zo heel groot. Nee, als... maar dat is in deze tijd is dat echt al miljoen dus. Ja, dat is ook wel in de buurt <laughs> waar wij wonen, dat klopt. Ja. Maar dus, oké, okay, de grote tafel. De grote tafel en dan... Groot wijf uh... erbij? Nee, ik ben nog steeds <laughs> aanwezig, oké? Okay? Ook als jij dat geld... Hebt. <laughs> ja. Ik doe wel een stel hoge hakken aan voor je. Okay, dan blondeer ik mijn haar en dan heb je dit de vrouw van je dromen, of niet? Ja, ik hou altijd van bruin haar, schat. Oké. Okay. Eh, daar hoort het wel een beetje bij met het luxe leefsteltje: dat je haar blondeert. Is dat zo? Ja. Mm, ik heb dat, daar heb ik niet zoveel mee. Heb je niet gezien veel vrouwen die toch wel hier een Voorburg geld hebben? Die hebben opgeblondeerd. Opge ja, het is een grote geblondeerde ja. federatie hier. Ja, dan moet ik ook zo'n bakfiets hebben, ook al heb ik geen kinderen toch? Ja, eh, zo'n ja. bakfiets was vervreemd dan. Ja, vervoeren. Te te maar <laughs> nou, daar heb tegenwoordig wel een bakfiets voor nodig ja nee dat is die jongen schreeuwt antwoorden <laughs> ja ik kan het niet meer op dit hij is zo zwaar hij is wel een zwaar jongen ja maar dat gebeurt met de kerst Daar kunnen we hem niet kwalijk nemen nee hij zit te veel aan de aan de pastijtjes aan de glue wine de glue aan. <laughs> nee maar mijn uh, visie zou zijn dan dat ik uh, ja, in een tijdsbestek van maximaal vier uur als je dan gewoon gezellig diner hebt met z'n allen. <laughs> of een leuke brunch of uh, gewoon een brunch doen we al Hm? Met jouw familie doen we benieuwd, ja, ja, maar weet je wat het is? Schat in dat kleine huis van ons. Ja. En Ik weet dat het altijd een beetje klinkt zo van je kunt het toch overal gezellig hebben? Ja, maar het is ook gezellig. Maar je toch? Zit ze met z'n allen? Zit je om een uh, om uh, tv? Ja. <laughs> De tv staat niet aan dan. Nee, ja die staat misschien op de, op, op zo'n lockscreen met uh, jazzy muziek. Ja. Tegenwoordig hebben we dat helemaal ja. ontdekt. Ja. Dat is niet normaal. YouTube staat helemaal vol met van die jazzy ja, wel leuk. Uh, herfstmuziek ja. en zo. Nou, dan hebben we zo'n knetterend haartje op de achtergrond. Zit iedereen uh, op 10 uh, vierkante meter met elkaar. En uh, dan hebben we de tafel leuk versierd. Maar het is toch een soort van. Maar dat is toch nu nog steeds. Dat is ik, dus... Eigenlijk wat ik nu doe, dat zou ik leuk vinden. Maar dan iets groter aanpakken. Als in uh. dat we in een groter huis zitten. Ja, maar elke podcast hebben we het erover dat we een klein huis vinden. Maar we gaan nooit op zoek naar een huis. Nee, kijk, ja, je moet wel een beetje weten uh, waar moet... de grenzen liggen. Nou toch? ja, we kunnen uh, gaan verhuizen ergens heel ergens anders heen. Dat kan je best dat wel. Kan, dat krijgen. kan wel. Ja. ja, en ik zit er toch ook wel over na te denken. om, uh, om uh, deze locatie wat meer los te laten ja mm -hmm. weet je ja heftig hè ja, ik, ja, ik denk even... dat wij een Zeeland bijvoorbeeld wel echt tien vierkante meter meer kunnen krijgen voor ons geld nee ik denk wel meer echt Ik ja. weet het niet hoor. ja ik denk het wel weet je hoeveel wij daar is echt, echt weinig uren nee maar daar is... ja wij betalen wel weinig uren maar ik snap niet waarom het altijd weer uitdraait op het je kan het nu toch Plus? leuk hebben je kan ja. het nu toch leuk hebben waar je nu bent ja, ik heb het ook gezellig, maar jij vraagt toch wat mijn visie is oh ja, de visie. toekomst. ja, visie, ga verder. verder. Dus met, met kerst. Grote, grote ja, dus dan tafel. denk ik gewoon, um, ja, één dag is het gewoon leuk brunch. Dus eigenlijk wat we nu doen, maar dan op een grote tafel in een groot huis. Maar dan vergeet je mijn familie, die wil je dus niet zien. Ja, niet oh, die mogen ook komen. Ja, weet je wat het is? Ik zou graag mensen willen combineren. Um, ja, ik maar... dus niet. Maar... Nou, dat lijkt me wel leuker. Oké, okay, ja, ga verder. Ja. Ja, maar uh, de dieetwensen zijn niet zo handig bij elkaar, dat bedoel je, denk dan ik. Dan kunnen we toch één vegan kant doen en één vleeskant? Oh ja, ja. dan is het werken we gewoon. Ik ben niet vegan trouwens. Nou ja, nee. het ligt eraan hoe de pet zit. Er staat is niemand toch? vegan meer. Nou, soms oh, zijn echt? ze opeens allemaal glutenvrij. Uh, ja, glutenvrij, maar dat is niet vegan, vegan en wie uh, nog hebben we meer. Ik nog gehoord hoor, bij jou. Nou, er gebeuren wel eens rare dingen in die familie. Er <laughs> is dat hoeft toch niet raar te zijn, schat. Vegan. Nee, maar dat je constant je. Probeer oh, politiek even politiek correct je, te zijn. Huh? Probeer, even nee, maar dat je constant je dieetwensen aanpast. Ja, dat vind ik dan wel een dingetje. Ja. Maar goed, daar kunnen we nog mee uh, schipperen? Schipperen, zeker. Dan doen zeker. we gewoon het beginnen bij te wortelen. En we eindigen met de grote steeks <laughs> aan het einde van de tafel. <laughs> maar goed, uh, heb je nog andere visies? Er staat er een grote pleurisboom met allemaal. Ja, een mooie eronder. boom, leuke cadeautjes en. Uh, ja, ik hoop dat freekie dan nog warmpjes erbij ligt bij de haard. Met één oog eruit, omdat hij heel oud is. Toch? Met één uitpuilend oog, een, een schijnbek en een groot stinkende kont. <laughs> ligt hij daar de boe uh, vol te rusten. En, uh, <laughs> en zo'n zwabber die over de de, de grond ja, heen gaat. Toch? maar dat dat schijnt voor de kat toch een goed te zijn ja, dat is hè. Dat is dat niet per se uh, Dat hij nou te dik is. Nee, maar ja, oké okay, jouw visie. Dat is je visie. Mijn visie is um, uh, krankenaria. <laughs> ook lekker. <laughs> ja, ik moet zeggen, ja. ik, ik weet het niet zo goed wat mijn visie is. Ik heb nooit zo'n goede, goede visie op dat uh, gebied. Want ik denk altijd van ja, ik vind het prima zoals het nu is. Ja. Maar ik vind het ook altijd wel weer dat ik denk, ja. Ja, zeg het maar. Ik droom van een grootser, maar ik weet niet wat het grootste is. Jij hebt echt een droom. Je weet hoe je het voor je ziet. Ik zie het wel niet zo. Nou, voor ik het zie formen. het ook echt, als ik erover nadenk, zie ik het ook echt voor hoor. Het is wel een beetje donker nu in die kamer. Ik moet er eens een keer mee ophouden. Mijn, uh, mijn um, visies van het leven ja. zijn vaak met weinig dag liggen. Hoe komt dat? Want jij zwart van binnen ben, denk <laughs> ik. <laughs> Zou het zo zijn? Ja, dat denk ja. ik, ja. ja. Maar goed, uh, heb jij wel eens... Uh, want jij hebt ook meerdere relaties gehad. Heb jij, hoe waren die kerstdagen dan? Heb jij verschillende soorten kerstdagen meegemaakt of niet echt? Ja ja je, je doet, nog, of... je doet nu net alsof het gisteren was of zo ja ik heb er geen flauw nou, idee meer. Nou, dat weet je toch wel. ja we gingen naar familie denk ik. Oh. ja, we ja niet ik heb speciaal nooit zo, ik moet zeggen met jou is de eerste keer ja ik vul altijd heel veel in voor andere mensen dus dan denk ik van ze ze toch wel niet leuk vinden of uh, die komen niet of die willen niet uh, eten dat soort dingen mm. maar ik heb gemerkt uh, dat als ik minder invul en met jouw van jouw hulp van doe dan nou maar gewoon dat ja, eigenlijk helemaal uh, dat ik het helemaal verkeerd in mijn hoofd heb ja, terwijl het wel raar is, want ik denk dat als mensen mij kennen, het toch niet zou verwachten dat ik zeg van doe maar. Nee, maar soms zeg ik toch wel eens van ja, ik twijfelen of ik het wel dat zou sturen, want ik denk ja, diegene zit er toch niet om te wachten. En dan zeg jij wel eens van ja, dat heb uh, Doe maar gewoon, dan vinden ze het toch alleen maar leuk. Ja, ik kan er dan zo lastig een inschatting van maken. Ja. En, um, en dus ik heb ook in het verleden vaak toch best wel uh, ja, saaie kerstdagen gehad. Ja. Dat ik dan wel bijvoorbeeld in de middag even naar mijn maag ging, maar grotendeels gewoon alleen zat thuis. Oh, ja. ja en jij? Ja grote familiefeest ja, ik natuurlijk. Ik was altijd was ja. dat dus en daarvoor uh, ja mijn ma's. Uh, de twee jaar dat mijn ma overleden was had ik ik had één één keer relatie en daarna een jaar niet. Maar daar weet ik niet zoveel meer van. Maar Was toen gewoon samen met mijn pa. Toch heb ik het altijd het gevoel dat het vroeger anders was. Maar omdat ja. ja. En beter. Dat weet Minder? ik dus niet zo goed. Nou ja, beter misschien. Ik weet het niet. Maar ik denk dat ik altijd toch het sentimentele voel van mijn maan die er niet is. Ja, dat snap ik wel. Ook al is het al zo lang geleden, toch elk jaar voel ik het wel een klein beetje. Maar ja, goed, Het gekke is wel dat ik nog steeds dat ik soms het idee heb dat ik niet eens meer weet wie ze was. Dus dan word ik daar ook een beetje zet over. Maar dat is vaak rond de feestdagen, toch wel. Want dan ga je toch iemand een beetje missen. Dat begrijp ik wel, ja. ja. En. Want jij kan wel overprikkeld raken en uh, je grenzen bewaken en zo. Is dat voor jou moeilijk tijdens deze periode? Of nou, ik heb niet wel? zoveel voor uitdagingen op dat gebied. Nee. nee. En ik denk ook uh, dat omdat het zo'n periode is waarin je daarna toch vaak vrij bent, mm. dat het wel gaat. Mm. Maar uh, ja, ik zou niet uh, weten hoe ik zou om kunnen gaan met uh, een gigantisch familiefeest die de hele dag duurt. Dat, ik denk nee? dat ik dat echt niet trek. Hey, dus dan, dan zou je dan niet gaan. Zou je dan, gaan, de fles zou je dan, een, dan zeggen van uh, ik, uh, ik ga ja inderdaad ga je dan, dan drinken? Ja, ik gooi hem helemaal vol met alcohol. Maar ja, dan heb je toch ook geen plezier. meer de volgende dag. Nee, dan heb je die dag zelf al plezier überhaupt dan? Vraag me af. Ja, natuurlijk een groot salon als ik dronken ben. Ja, maar ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben nog nooit dronken geweest, dus ik weet dat niet zo goed. Tuurlijk wel. Dan is alles nog leuk. Maar ja, als je ouder wordt, ga je op een gegeven moment al terwijl je je, je, je geweldig voelt, je al bedenken van ook oh, ga me verschrikkelijk voelen. En dan mm. dan dempt dat al weer een beetje. Ja. Snap je dat? Maar zijn er dingen aan kerst die je leuk vindt? Afgezien van de dus je bij elkaar. Ja, ik vind komen. het wel leuk hoor. Ja, ik vind het allemaal wel leuk. Ik vind de versieringen, de cadeautjes, het eten. Ik hou er Muziek. wel van. Ja. Alleen dit jaar hebben we dus geen versiering aan, in huis. Nee, omdat uh, jij weigert om uh, plek te maken voor de kerstboom. Hoezo? Ja, dat is zo. Nee. Jij wilt er per se op een bepaalde plek hebben. Nee, hoor, helemaal niet. Dan moeten we weer een grote stoel verplaatst worden. Nee, helemaal niet. Ik, zei, wel, ik wil hem op de plek voor bak staan. Dat kan ik heb toch gezegd, dat gaat niet met Freekse bak, want die is elektrisch. Ja, dan moet je hem ergens anders insteken. Dat kan. Dat kan niet. Steken we je reet? Nee, maar dat kan echt niet. Ik heb het al gekeken. Dat snoertje is overal tekort voor, dus kan niet. Ja, maar je hebt niet alle opties verkend. Ja, ik ik heb je niet met die bak rond zien lopen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan, want we wilden het, vorig jaar wilden we het ook. Hm. Hm, twijfel. Nee, oprecht. Nou ja, dan ga je het zelf nog kijken. Ja, dat is goed. Schat. Ik vind het prima. Steken ja. maar er anders in, gek. Maar kan hij niet op de plek waar uh, gewoon onder het kastje, uh, eenmaal bij het raam? Dit vind ik nou zo, uh, daar heeft toch letterlijk niemand wat aan. Oh, wacht, die, vreed, die eetbak mag niet bij de nee, rijbak staan. Nee, nee oké. Okay. Ja, hier hebben ze niks aan, maar wij hebben dus geen kerstboom omdat er geen ruimte is in onze uh, huis. Er is Er is zat ruimte. Er is helemaal geen ruimte. Ah, er is geen zat ruimte. Er, er komt wel weer die die we erin hebben. We hebben we nu hele grote schuiten in de woonkamer staan. <laughs> die ja. doen alles wel pleurig in deze uh, podcast. <laughs> ja, ik word altijd een beetje haags van de kerstdagen. Die is nou helemaal zo. Er is ja, dus, dus, een bepaalde soort vijpel. Ja, maar er zit dus wel ergens onderlaag er bij jou. Ja, ik hoop trauma's natuurlijk, maar laten we daar maar niet over beginnen. Oké, okay, ik wil een trauma horen. Over die verschrikkelijke oud en nieuw, oud en nieuw. Oud en nieuw, zo week. verschrikkelijk. Moeten we dan uh, volgende nee. week over oud nieuw? Nee, over? nee, nee, mag ook wel. Ga maar gelijk door. Ja, ik vind oud en nieuw echt de meest depressieve periode ooit. Dus dan heb je cash, heb je denk je van nou leuk. En dan heb je oud en nieuw, denk je. Uh. Nou, vroeger vond ik het allemaal mooi. Okay. Ja, het was toch altijd met oud nieuw besef ik gewoon heel erg van oh ja, weer een jaar verspeeld. Dat was toen, hè? Mm. ja want ik zat toch alleen maar binnen depressief te zijn en um, vet ook podcast wel voor voor de kerstdagen dit ja dat is gewoon de realiteit ja, ja. dat is gewoon helemaal zo maar je je vond het, je vond het dus uh, ruk eigenlijk ja ik had daar als ongediagnosticeerde autist had ik daar gewoon helemaal eenzaam en alleen en dan die knallen in de lucht dat, dat staat dan een soort van voor, voor een gevoel van eenzaamheid en dat je weet oh weer een jaar Echt? Ja. Dus, had ik moet wel zeggen dat ik dat soms ook wel had. Ja? Ik dacht, je eet je weer een jaar voorbij. Wat nee, gewoon ik nou dat komt weer een jaar. Oh, dat komt weer een jaar. Nee, ja. ik, dacht, ik dacht meer van, je eet je weer een jaar voorbij. En wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dat ook wel eigenlijk. Maar het komt weer een jaar, want hoe keek je dan naar het volgende jaar? Ja, gewoon het is maar een, uh, hopeloos. Het is maar een kalenderverandering. Hopeloos, tijden. Ja? Ja. Ik was echt uh, amineur altijd in die tijd. En, en, en wat deed je daarmee dan? Niks. Friends opzetten en gaan. Nee, dat keek ik volgens mij toen nog niet. Oh. Waar was je niet? toen dan? Ja, uh, tiener. Ah. Jaartje 15, 16, 17. En dan 18. dacht je al over na van dit is, wordt weer een kutjaar. Ja, echt? Ja, het was echt. Uh, tiener had ik dat niet. hoor. echt het een, een goede om mezelf op te beuren. Ja, ik merk het inderdaad. Ja. Ja. ja, maar dat, nou, dat gevoel dat komt af en toe nog een beetje op, mm. terwijl ik het nu eigenlijk hartstikke gezellig heb. Maar um, ja, ik het Nu nog steeds dat je soms uh, denkt van. Hm. Ja, het is, het is toch een soort van. Ik heb er echt heel veel jaren gehad dat ik me echt rot voelde die dagen. En dan ook nog eens toen ik. Ja, het was ik een jaar of. Dan moet ik niet iets verkeerd zeggen. Zes. Nee. Ja, zestien, zeventien gewoon een Nee, ik denk in de twintig, midden twintig. Oh, oké. Okay, yeah. Oh, midden twintig. Ja. Oké. Okay. Toen had ik zo'n rampzalige oud en nieuw. Dat toen eindigde ik helemaal alleen thuis. Ja? Nog voordat de jaarswisseling uh, was. Ik kan me niet herinneren. Omdat er uh, in zeker iemand. Uh... Zeker iemand? <laughs> nee, ik was die had andere plannen gemaakt. <laughs> nee, ja, soort van. Laten okay. we het daarop houden. Okay. En toen eindigde ik op een gegeven moment uh, alleen voor de jaarswisseling. En Toen dacht ik: Oh, wat is dit erg? Nou, ik heb wel eens jaarwisselingen gehad dat ik gewoon alleen op mijn kamer zat. Dat ik niks deed. Ja, maar er waren tenminste nog mensen beneden, toch? Dat denk ik wel. Ja, dat is, het vraag me echt. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel mensen beneden waren, maar. Ja, dat ik wel zat van: ja, ja wat moet je nou eigenlijk? Maar echt een opbeurende. Podcast. Podcast, ja. Ja, maar hard. weet je wat het is? Nou, is dat erg? Weet ik niet. Het is wel een realistisch beeld toch, uiteindelijk. Ik denk dat veel, veel mensen dat hebben. Dat ze denken van, ja, weer een jaar voorbij. Ja, maar... Kijk, en ik haal tegenwoordig wel, probeer ik positiever ervan te bekijken. Maar mm. ik heb wel heel veel tijden gehad dat ik dacht van, jeetje. dus ik nog steeds met die angst? Nou ja, ik ja, kan ik dat weer precies, denk bedenken, ja. maar goed. Het is toch een moment waarop je een beetje gaat reflecteren op het leven. Ja. Dat je denkt van, ga ik het volgende jaar, hoe gaat het dan verlopen? <coughs> en ik denk als je angst hebt, en we hadden allebei natuurlijk best wel aardig wat angsten en je zit een beetje vast in het leven mm -hmm. dan kan dat wel het moment zijn waarop je denkt van hebben we er nog allemaal wel zin in zeg maar ja maar niet zin in als in ja dat er weer een jaar aankomt waarin snap je ja, ja. en het is natuurlijk geen uh, uh, het, het zijn natuurlijk maar dagen hè, en dat dat moeten we ook daar moet je in, altijd uh, wel van uitgaan dat het gewoon dagen zijn en ja. dat het ook weer voorbij gaat en dat je er dan ook weer gewoon weer een tijdje weet je wat het is we hebben we het vaak over gehad? Het weer speelt niet echt. Uh, mm -hmm. speelt een grote rol bij mij vaak. Uh, maar ook uh, alles ligt een beetje op zijn gat, heb ik het idee. Vanaf midden december ja. tot ja. ongeveer februari heb ja. ik het idee dat alles een soort van weg is, eventjes. even op een laag pitje staat. Ja, dat, dat haalt je gelijk helemaal uit je ritme ook, of zo. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel een deel is. Ja, en, en vroeger waren ook nog eens de winkels dicht op die dagen. Dat verschrikkelijk. Ja. Dat vond ik echt terrible. Ja. Ja. Want dan, dan heel vaak was ik natuurlijk totaal niet voorbereid, helemaal niks in huis. Maar je heel slecht voorbereid. Ja, ja. en dan denk, dacht ik van ook oh, even kijken. En toen was Jumbo als 365 dagen van het jaar geopend. Mm. En dan weet je gewoon, na nou, top. Hè. Dan gaan we naar de enige winkel die open is. Ja. Een wandelingetje naar de Jumbo. Toch nog een beetje doen alsof er niks anders is. Maar um, ik hoor ook wel soms van mensen dat juist deze, deze tijd um, dat het zo overduidelijk is dat je vrienden, familie mensen spenderen natuurlijk al hun tijd daarmee ja. en als jij een beetje weinig mensen om je heen hebt ja. zoals ik in het verleden natuurlijk ook gehad heb dan wordt dat, dat zo overduidelijk ja, ja dat, dat snap ik ook wel van, wat zijn mijn de... opties ja. ja wat zijn je opties waar iedereen is, je ziet iedereen ook online en zo heel vrolijk met elkaar zijn en dan mm -hmm. denk je van en je weet ergens wel dat dat ja die vrolijkheid sommige mensen voelen het wel maar heel veel mensen zitten er ook zo van Pff, ik heb er geen zin in dat mm -hmm. hoor je dat is volgens mij het nummer één ding van kerst is van Pff, moeten we weer ja. maar toch doet men online heel vrolijk en dat jaar dat ik bijvoorbeeld toen alleen was, mm -hmm. ja, vond ik geen, uh, was geen, vond ik niet heel gezellig. Waarom bedoel je, helemaal alleen was je, bedoel je, Single dan? Ja, ja. Oh, oké. Okay. En was je wel gewoon bij je vader toen. Nee, ik was bij uh, vrienden uitgenodigd hmm. toen. Uh, en uh, maar toen voelde ik me wel extra eenzaam. Je had ook een oud en nieuw bij vrienden, toch? Daar ja, was je uiteindelijk toen, ja. wel heen. gegaan. Dat was toen, ja, 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 ja dat ja. bedoel ik ook, oud en nieuw. Ja, ja. maar dit jaar ik wilde het ook een beetje met een positieve noot ja, afsluiten. misschien moet je er even wat uh, nee, hoezo? negativity uit. nee, want het is hoe goed het is. ja, oké, okay, maar ja, dat is wel. we begonnen zo gezellig en we eindigen een beetje a -minor. ja, maar ik denk dat dat het ook uiteindelijk is het wat je er zelf van maakt en dat heb mm -hmm. ik wel de afgelopen jaren gezien. dus wat je er zelf van maakt, wat je er zelf aan, uh, in insteekt, kan je er ook weer uithalen uiteindelijk. Um, dat wil niet zeggen dat er natuurlijk situ situaties zijn waarin het natuurlijk helemaal niet zo fijn kan zijn, maar toch het leuk voor jezelf maken. Misschien een chocomelletje zetten. Een leuk kerstfilmpje aan waar je je ja. lekker bij voelt. En zo Sowieso, gewoon alles ja, ja. een beetje naar je eigen hand zetten, waar jij zin in hebt om dat te doen. Uh, mocht je dus inderdaad uh, weinig familieleden hebben en dat soort dingen. Uh, ja, dan heb je toch ook een klein beetje in de hand. Ik heb een paar jaar geleden een keer een. Uh, een video gemaakt uh, dat uh, dat ik dat had ik met Bradley en Lisa gedaan dat we uh, als jij alleen bent met Kerst dat je dan die kan aanzetten dat je een, oh, ja. een, een maaltijd uh, kan doen. Er werd weer om gevraagd. Er wordt elk jaar om gevraagd. Ik weet niet of je daar nog tijd voor hebt, maar het zou wel, wel leuk zijn om misschien dat uh, nog te doen voor mensen die het uh, wat ja, meer die hebben die het, rond de tijd. Uh, ja, gezellig vinden om met iemand aan tafel eigenlijk te zitten. Moeten we alleen van. niet. Uh, <coughs> dit soort uh, gesprekken, gesprekken gaan houden. <laughs> Ja, Dan moet je mij niet uitnodigen. Hoezo? Want jij ja, ik op... weet altijd de stemming weer naar nulpunt te halen. Waar, dat is niet waar. Maar dus dit jaar <laughs> gaan we eerste Kerstdag. Mijn family toch? Of was nee jouw family? Ja. Jouw family komt eerst ja. en uh, die willen altijd uh, uh, diner hebben. Dat hebben we al, hoge eisen. Nou, dat, hebben dat hebben we zelf bedacht. Nee, dat hebben we schat. zelf bedacht. Laat maar zeggen. Laat, ik maak het een geintje. Maakt een geintje, schat. Tweede Kerstdag. Tweede kerstdag komt mijn family in de middag, maar die is altijd weer ochtend. heel snel weg in de ochtend. Mm. Die, uh, die uh, houden niet zo van heel lang uh, blijven hangen. Oh god, is dus weer een sneer naar mijn nee. Familie. Nee, dat ja, bedoel ik niet zo. Ja, 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 nee, ja, ja, nu ja. maak je het echt weer heel negatief <laughs> voor mij. Dat ze me met kerst weer aan gaan kijken. van... Oh, daar heb je haar weer. gaan luisteren. De podcast niet meer. Ja, oh, gelukkig. Ik kan hier alles in zeggen. Ja, ja hoor. Ja, verschrikkelijk. Nee. Ja, hier ja, bedoel echt. ik. Echt <laughs> ja, ja, verschrikkelijk, die familie van jou. Maar dit gaat wel een uh, ding worden en een uh, reel. Dus dan komt mijn paat wel. Nee, voor. nee. <laughs> Ja, maar ik vind het gewoon gezellig ja, en uh, ja, we hebben dit jaar wel nog een kijk. Want dit is dat zijn twee tradities die we een beetje hebben. Ja, uh, iedereen komt naar ons toe. Ja, en dan uh, <laughs> ja, en uh, we hebben nu ook in de middag uh, op de tweede kerstdag... gaan we nog even een koffie drinken met Sofie. Ja, het wordt extreme Christmas. wilde zij graag? Uh, ja, graag dus vieren. we gaan even in onze kersttrui. Nee, ja, ik heb geen kersttrui. ik heb ook maar één kersttrui al drie jaar. Dat is deze leuker. Ja, ik vind het ja. fijn dat je dat je een kersttrui hebt, want ik heb er geen. Ik heb er laatst, hebben we hebben ze allemaal naar de kring lopen. Of ander, of een half jaar geleden hebben we mijn, Ja, maar uh, alles was maat L. Nee, het was, was uh... allemaal maat S en XS. Nee, het was allemaal M. Nee, het was allemaal S en XS. Het was allemaal L. Was m l, X, l X, S en XS. Waarom te zeg je dat eigenlijk? Wat voor kersttrui had jij was dan? S van uh, Adventure Time. Oh nee, dat voelde niks. Ja, daarom Dat was dus synthetische meuk. Dit is ook, dat is allemaal synthetisch. Nou, dit valt nog wel mee. Dit is niet echt de bol, hoor, schat. Kan nee, oké, okay. dat snap ik. Maar het valt nog mee. Die mm. andere was echt gewoon pure polyester. Nee, pure viscose. Nou, dat was echt <laughs> Jeetje uh, meis. zweetvestijn. Ja, ik heb geen zin om zo te zweten met de kerstdagen. Het is wel moeilijk al moeilijk genoeg. Nou, ja. 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 Nou, het was weer gezellig, toch? Wil je nog een snack van de week bespreken dan? Laten we het doen. Kijk, ik ben dus een klein beetje klaar met die proefvideo's. Ik heb mm -hmm. het zoveel geproefd de afgelopen jaar. Volgend jaar gaan, echt, uh, gaan er echt andere dingen komen. Niks wordt gewoon beter, hè? Nee, dat is ook wel echt zo. Dus, uh, maar ik heb dus een bestelling gedaan voor kerst. En ik wil daar misschien nog een livestream mee doen. Komende week. Dat weet ik nog niet zo heel goed. Misschien staat die online of anders niet. Dat weet ik nog niet. Ga ik nog kijken. Maar in ieder geval zat dit erin. Ik heb er nog een, een andere erbij. Maar dit is met wit chocola. En dit komt uit Zweden. Oh, wat leuk wat dat het uh, pepperkaks heet. Pepperkaks. Peppercakks. Pepperculoa. Alleen maar wel leuk om dat te proberen. Even kijken. Dus, dus dit goed. is de snack van de week, de pepperkaks. Nou ja, weet ik niet. Dat, dat weten we niet. Maar we gaan in ieder geval kijken. We kunnen trouwens wel, misschien volgend jaar, in de video's gewoon elke week een snackje proberen. Mm -hmm. Er zijn altijd wel snackjes die ik niet in vet en ga behandelen. Oeh. zijn grote. Dat zijn grote pannen. Dat is een grote, oh. zijn grote bal. Een grote bal. Een beetje kruidnoot. Mm -hmm. mm. Met wel goede chocolade erop trouwens. Ik vind dat wel een beetje een, um, een kruidnoot, het witte chocola. Dat zeg ik net. Ja, maar eigenlijk gewoon wel heel erg vergelijkbaar. Ja, er is niet heel veel verschil ja, Ik vind dus, dat wel heel uh, lekker hoor. Ja, het is heel lekker, maar niet heel bijzonder in dat opzicht. Mm -hmm. Maar wel goede, dikke laag witte chocolade eromheen. Ik vind het klein beetje uh, kruidig wel hoor. Ik kruidig. vind hem wel lekker eigenlijk. Ja? Het is een stuk kruidiger als ik nu um, het andere deel goed in mijn uh, slok daarmee je... heb zitten. <laughs> <laughs> ja, mijn smaakpillen zitten in mijn slokdarm, is je dat? Ja, dat weet ik. ik ja, Daar ja. heb ik ook wel eens last van hoor. Dan proef ik iets en dan je me zo, zit ik zo te kijken en dan denk ik, hmm. en dan denk ik daarna, hmm. ja, ja, dan moet het nog even langs die uh, ik nog even langs slokdarm. slokdarm. Ik zou dit, uh, ja, vier donuts geven, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel een leuke vormgeving. Dus? Het is echt cute. Nou, ik zou zeggen vier donuts voor de vormgeving en vier donuts voor de smaak. Dus vier donuts. Ja, ik wil gewoon even interessant doen. Mm. Nee, ik uh, zei al trouwens, en daar gaan we volgende, uh, volgende week ook wel verder over lullen, maar... Oh nee, wacht, dat is ja, wel een klein beetje. We gaan terugkijken naar het jaar volgende week. Bedankt voor het kijken, een fijne kerst, en dan zien we jullie na de kerst weer. Gaan we het dan hebben over de kerstdagen? Nee, dat uh, slaan nee, we over. boring. Boring. Fijne gaan we, feestdagen. Gaan we vooruitkijken. Oh nee, gaan, of juist weer terugkijken. Welke kant staat dat op? Welke is terug en welke is voor? Daar, daar is voor mij terug, dat is voor mij voor. Hoezo dan? Jij bent mijn toekomst. Oh, wauw. En dat is jouw verleden. Precies. Mijn computer is mijn verleden. Yeah. Tot volgende week.